Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Deze weekvlog wordt mede mogelijk gemaakt door Vitastel. Goedemorgen. Middag. Het is bijna avond. We zijn hier bij de trailer. Die zit al redelijk vol. Want we gaan het doen on tour. We gaan Ivy even uit bij elkaar halen. Mara is ook weer gekomen. Daar zien jullie nu een stukje van. Vond het ook weer leuk om daar even te zijn. Ik heb zo'n les bij Roos. En dan gaan Roos die geeft 34 uur lang les. Die is nu al een hele lange tijd bezig. En daarmee haalt ze geld op voor paarden in Oekraïne. Want er is natuurlijk voor de mensen is heel veel geld ingezameld. Maar mensen daar, dat zijn ook nog gewoon paarden. Sommige mensen die hebben hun paarden vrijgelaten. Ik pak ondertussen Blondie even. Sommige mensen hebben hun paarden vrijgelaten. Maar ja. Daar hebben we natuurlijk ook niet zo heel veel aan. Dus er is nu geld aan het inzamelen dat ook de paarden hulp krijgen in Oekraïne. En daar helpen wij ook graag aan mee. Nu ga ik even de feestkapjes omdoen. En dan gaan we onderweg naar Zimbabwe-Brabant. En het begint met iets met een roze. Roosendaal of Rozenburg? Dat weet ik niet meer. Topo is niet mijn beste vak. Ik ga het volgend jaar ook laten vallen. Aangekomen. Dus nu gaan we een heel rustig. Auw, nagel. Bij dat. Roos, die ziet er vermoeid uit. Snap ik ook wel. We hebben een lange rit achter de rug. Dat weet ik niet. Ik heb Blondie ook gewassen. Oh ja, volgens mij is het droog. Yes! Hallo Blondie. Volgens mij is het droog. Top. Wacht. You know what I mean. Ja. Ik weet wat ik bedoel. Blondie vond het ook nog leuk om te gaan rollen nadat ik haar had gewassen. Dus ze heeft nog wel iets van poepvlekjes. Ik ga Blondie maar eens opzamelen, want we moeten nu wel door blijven gaan met lesgeven. Want mama en Roos zijn nu de livestream aan het opzetten. Ik ga zo livestreamen. Love it. Ik weet nog niet waar we het gaan doen. Volgens mij of op Insta of op YouTube. Dus we moeten jullie even kijken. Het staat hier. Nee, wacht. Het staat hier waar we het doen. Ja, dus als je die les wil zien, dan kan je dat kijken. Maar nu even de blonde pony zadelen. Oh ja, die moet ook open. Oké, dan met deze hier, dan doen we Starlight wat hoger. En dan kun je de livestream kijken en ga ik even snel Blondie, be right back. Super leuk dat jullie zijn bij deze livestream. Want vandaag gaat er iets heel bijzonders gebeuren, of is er al aan de gang. Want Roos Thijssen die geeft vandaag 24 uur lang les om de paarden in Oekraïne te steunen. Want we zouden in dat paarden verplaatst kunnen worden en natuurlijk ook genoeg voer kunnen krijgen. En medicijnen. En medicijnen voor de zieke paarden. Dus dat is super belangrijk. Dus vandaar dat Roos dit heeft opgezet. En in samenwerking met FNRS, toch? Nee, de FNRS die heeft een rekening beschikbaar gesteld. En de paardenkrant Horses. Kijk, Roos, daar is ze. En de paardenkrant Horses die heeft het geheel opgezet samen met de FNRS en de KNS en de VEI en ze allemaal bij elkaar. Hoe gaat het met je? We moeten even op haar wachten. Dus heb je vragen over... Het gaat nog heel goed met me, ja. Mooi zo. Ik ga Roos nu de microfoon geven, jongens. En dan fluister ik haar de vragen in. Ja, sorry dat ik wat later ben. Ja, dat kan niet, Roos. We zijn live. Ja, sorry. Ja, 10 minuten vanaf 9 uur begonnen is voor mij best een prestatie als ik dan maar 10 minuten uitgelopen ben. Maar sorry voor die 10 minuten. Nou, we hebben natuurlijk, wanneer was het? Dinsdag al wat filmpjes bekeken. Yes. Het lijkt mij sowieso leuk om daar even iets op door te gaan. Voor de mensen die dat niet gezien hebben, dat ging erover dat, dat je eigenlijk je pony al gewoon heel makkelijk, heel netjes in een nagevelijkheid kan rijden. Dus dat hij gewoon lekker makkelijk wel aan de teugel loopt.
Ja, maar als je dan daarin een stapje verder wil, dan mag van mij dus die hoofd-halshouding nog een klein beetje meer van de hand af. Een beetje meer die neus naar de loodlijn. En we hadden het ook dinsdag over van ja, hoe rij je nou eigenlijk een paard naar geeflijk? En ja, wat is dat eigenlijk precies? En het lijkt mij heel leuk om dus daaraan te gaan werken van ja, hoe krijg je hem nou optimaal? Niet alleen dat dat nekje in de krul gaat, maar hoe krijg je hem optimaal dat hij zijn lijf goed gaat gebruiken, zodat hij uiteindelijk eigenlijk bijna vanzelf een beetje aan de teugel kan gaan lopen. En dan daarop aansluitend van ja, wat is dan de invloed van je eigen houding en zit? He, dat gaat niet over wat je met je hand en met je been moet doen, of nou, misschien ook wel een beetje. Maar vooral het gevolg van hoe jij zit op die rug en dus op de hele houding en beweging van het paard. Dat lijkt me leuk. Tessa, heb jij zelf nog iets waarvan je zegt van nou, daar of daar wil ik ook aan werken? Ik kijk heel erg naar beneden. En jij zegt zelf, ik buig met mijn lichaam naar voren, maar ik zit naar achter, volgens mij. Dus ik vind dat ook wel lastig om dat goed te houden. Ja, oké. Okay. Nou, het is wat je zegt klopt, maar dan een beetje andersom. Wat je heel vaak ziet, we hadden toevallig 5 minuten geleden hadden we het daar nog over, is dat mensen eigenlijk achterover gaan zitten. Vanuit hun bekken of vanuit ja, zo eigenlijk aan, dat die ribbenkast wat naar achteren gaat. En als je die lijn in je hele lichaam door zou trekken, zou je uiteindelijk zo aan het rijden zijn. Ja. Ja, dat doet natuurlijk niemand. Dus het is heel normaal als je achterover zit, dat je in je nek en je hoofd en je schouders weer terug naar voren gaat. En misschien zelfs helemaal naar beneden gaat. Ja. Ja? Dus we moeten eerst kijken van nou, is jouw hele lichaam mooi opgestapeld? Ja, is dat, als je denkt aan een stapel schotels bijvoorbeeld, zou die stapel omvallen als jouw lichaam een stapel schotels was? Of zou die stapel overeind blijven? En dan kun je gaan kijken van, moeten we nu nog iets aan je nek en je hoofd doen? Ja. Of heeft dat zichzelf al opgelost omdat je verder lekker recht zit? Beetje in ritme komen, even een keer proesten. Ja, Oké, nou hier zie je dus dat Tessa al best wel aardig die galop uit kan zitten, zeg maar, hè. Maar Tessa, probeer maar eens. Je hebt hier je bovenlichaam iets achterover. En ik denk niet dat jij zelf achterover zit. Ik denk gewoon dat jij je pony net niet helemaal bij kan houden in de snelheid waarin dat die gaat. Oh. Dus vanuit je diepe buikspieren moet je eigenlijk, weet je, ik weet niet wanneer je voor het laatst zeg maar in de achtbaan of zo hebt gezeten. Maar gisteren. Gisteren? Ja. Oh, geweldig. Oké. Nou, weet je nog als die achtbaan in één keer heel hard vertrekt, hè? Dat je dus helemaal zo gaat en eigenlijk heel hard tegen je rugleuning aangedrukt wordt, hè? Ja. Dan moet je die rugleuning eens wegdenken. Oh, nou dat was niet best. Dat zou niet best zijn, ja. Maar nu zit jij een beetje zo van alsof je je rug tegen de rugleuning kan houden. Dus ja, daar. Goed zo. Ja, dus je zat niet achterover, maar je moet jezelf, zeker als die snelheid iets groter wordt, moet je dus jezelf actief meezetten in de voorwaartse beweging. Hoe voelt dit nou in jouw rug? Wat is hier gebeurd met je? Dat ik meer beweeg. Dat je meer beweegt. En dat vind ik dus goed. Want jouw pony heeft hier een ruime galop. Ja, en zo ruim als jouw pony galoppeert, zoveel hoor jij met je rug en met je heupen mee te bewegen. Ik heb net les gehad van Roos. Als jullie dat willen zien, kunnen jullie dat als het goed is nog online zien. Bloemie zat in de molen lekker de slushy mix op te eten van Vitalstal. Ik ga nu even naar binnen toe en kijken hoe ver ze zijn met de livestream. Want Roos die wou heel graag live gaan op Facebook, op eigen account. Dus ik ga even kijken hoe ver ze daarmee zijn. En ik moet nog even een schepje uit de bak halen, want ik had een magnesium schepje in mijn zak. Dus die ga ik eerst even zoeken. En dan naar... Oh, hier is het veel beter. En dan naar de livestream toe. Het is inmiddels 11:30. Bloemie zat lekker te eten. 11:30 s'avonds, niet 's ochtends of zo. 'S middags. Wij gaan de trainer op zijn plek zetten en lekker naar huis. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik vond een geslaagde les een geslaagde avond. Dus ik doe hier het licht uit. En dan zie ik jullie morgen. Ik kan met heel veel trots zeggen dat Roos Dyson €5.000 heeft opgehaald. Oh my god. Ja, ik ben echt heel blij met wat ze heeft gedaan en super trots op Roos. Arnons er in zo. Pony. Hier. Oh, hier.
spierkracht, Blondie. En twee stukken. Het kleine emmertje is voor Blondie. En het grote emmertje is voor Ivy. Nou, komt Ivy nog gastrocomplex en voor Blondie moet ik nog. Oh. Dermacontrol. Want anders dan gaat de staart kapot en als er één een mooie staart heeft, dan is Blondie wel. Dus dat willen we vooral zo houden. Oké. Okay. Nou, de gastencomplexen zoeken we dicht voor Ivy. En dan mag ze hebben. Goedemorgen. Vannacht is de wintertijd ingegaan, zomertijd ingegaan. Ja, Blondie lag net heerlijk lekker te slapen, dat wou ik filmen, maar uitwijs. Blondie, kom jij eens hier. Ik heb je even nodig in mijn leven. Dus Blondie, kom. Goed opgevoed. Nee, Blondie. Want deze is nieuw. Ja, ik ga vandaag op buitenrit samen met Maren en Blondie en Pip. Zou ik wel zin in? Joepit. Ja, ik ga maar even daarheen en dan spullen pakken en dan lekker riden. Kom Blondie, we gaan in het water. Wat kan jij nu weer? Oh, nu durf je niet meer. Nee, ik kan het niet met één hand. Niet. Ja, woep woep, moeders! Woehoe. Moeders is pro in dit. Kijk er het doen dan. Woe. Net hetzelfde geld als met de dekjes, daar ben jij gewoon zo goed in. Ja, dat zal zijn. Omdat ik het al jaren doe. Ja, lekker bezig. Maar kijk deze deken. Dit is de Ruby Cooler, die hebben we nieuw. En daar staat je. Van Bucas. En hij is zo mooi. We hebben net ook foto's gemaakt. Maar die kunnen niet in een YouTube video, want het is een video. Aha. Wacht, laat me even van de voorkant zien. Tada! Hij staat hier mooi hoor, Blondie. Ja. Ik ga Blondie vastmaken. En dan gaan we onderweg. Boop.